Aubergines uit de oven. Verwarm de oven voor op 200 graden. Halveer 4 aubergines met steeltje in de lengte. En maak kruislings inkepingen in het vruchtvlees, maar laat de schil heel. Snij het steeltje van 1 rode peper. Halveer de peper in de lengte en verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in reepjes. Leg de aubergines met de snijkant naar boven op een met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel de rode peper over de auberginehelften. Besprenkel met 5 eetlepels olijfolie. En bestrooi met 2 theelepels gedroogde tijm. Peper en zout. Rooster ongeveer 40 minuten in de oven. Bereid ondertussen 275 gram notenrijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster 23 gram amandelschaafsel in 3 minuten goudbruin. Haal de blaadjes van 15 gram munt en pureer samen met 3 eetlepels olijfolie met een staafmixer. Pers 1 teen knoflook boven 300 gram Griekse yoghurt en meng door elkaar. Breng op smaak met peper en zout. Schep de yoghurt op de aubergines. Besprenkel met muntolie en bestrooi met het amandelschaafsel. Serveer met de rijst. Zo maak je aubergines uit de oven.